Hey, wat doe je? Nee, nee, niet, niet doen. Dat is toch veel leuker dan vechten met mij? Nee. Misschien. Een beetje dan, dat weet ik niet. Doe het nog eens. Misschien doe ik dat wel. Morgenavond. Alleen als je alleen komt. Maar ik... Doei, Herbert. Ik begrijp helemaal niks van jou. Wat heb ik gedaan? Je hebt alle muurbloemen laten ontsnappen. Hé, ik had er één gevangen. Tot ze me voor de gek hield en vastbond met die stomme handboeien. Ze? Je zei niks over een meisje. Nou, dat was ze. En ze was heel erg sterk. En knap. Ze had van die ogen... En zo'n gezicht. Oh, ze had ogen en een gezicht? Nou, dan hebben we tenminste een beschrijving van haar. Wat? Waarom kijk je zo naar me? Wat heb je op je lippen? Geen idee. Liphuid. Plakkerig? Aardbeien? Lipgloss? Heb jij die meisjesmuurbloem gekust? Nee. Zij kuste mij. Oh, dat ben je niet. Je had hier niet moeten komen. En jij had niet moeten liegen tegen mij. We moeten de stad beschermen tegen tuig zoals zij daar. Ik wil niet dat je haar tuig noemt. Tuig? Ze is geen tuig. En jij noemt er helemaal nergens heen. Oude man. Hoe durf je? Je weet dat mijn leeftijd gevoelig ligt. Tussen haakjes, ik ben pas 34. En nu gaat ze de gevangenis in. Kom hier. Blijf van me af. Laat haar met rust. Dat was niet oké. Totdat de politie er is. Meen je dat? Is dat de waarheid? Wat bedoel je daarmee? Alles wat je mij tot nu toe hebt verteld is een leugen. Ik kan toch niet toestaan dat jullie de wet overtreden met elkaar? Nou, je bent een hele goede acteur. De manier waarop je me kuste? Ik dacht dat je het leuk vond. En mij leuk vond. Wat doe je? Ik weet niet, maar ik hoop echt dat je niet ontsnapt terwijl ik naar dit koele plafond kijk. Bijna raak. Oh, wie niet? Ah. Ah.